ratjes. Dit is Bianca's hangplekje nummer 2. Nou, we zitten in de bus. Daar zitten Laura en Roy. Waar papa zit weet ik even niet. Volgens mij dat gele shirtje wat je daar ziet. Die zit daar met mijn rolstoel en mama zit hier. We rijden nu langs de kust naar Mykonos. In de bus naar richting Marbella. Want dan komen we er langs blijkbaar. Kijk eens hoe mooi dat hier uitziet. Goedemiddag. Dag Lau, hoe is het? Hoi. Ja, goed. Wat hebben we vandaag gedaan? Naar de markt geweest en bij het zwembad gelegen. Wat ga jij zo doen? Je hebt het beloofd. Oh ja, home tour. Ja, maar dat gaat Laura zo doen. Nu eerst even dit. Er ligt daar een man. Kan je heel even twee tellen? Een schip. En wij dachten, wat staan al die mensen op het strand nou te kijken? Maar er ligt daar een schip. Die. En die is aangespoeld of zo. Hij lag altijd een stukje daar. Hij ligt al de hele week ergens daar. Maar hij is denk ik losgeschoten of zo van het anker. En nu proberen ze hem daar weg te krijgen, maar het lukt niet erg. Zo, en die heb ik blij dat hij een radio heeft. Nou, ben benieuwd. Ik laat het wel even weten hoe het lukt. En dan komt hierna de roomtour met Laura. Zo, goedemiddag allemaal. Zoals beloofd de roomtour. Zoals je ziet staat de deur al open. Dat is mijn moeder. Hoi mam. Hallo, kom erin. Dit is ons keukentje. Zoals je ziet, hebben we hier een soort, ja wat is het, spulletjes om neer te leggen. Hebben we hier een woonkamer, met tv. Daar slaapt mijn zus. En dan moet ik even kijken dat ik zo film. Dat is een stukje balkon zoals je ziet. Dan hebben we hier de badkamer. Hallo. Hallo. Dit is de slaapkamer van mijn ouders. De slaapkamer van ons. Met de badkamer. Dat ben ik. En de wc. En hier vanuit de badkamer mooi uitzicht. En wij hebben ook een heel mooi uitzicht hier vanuit onze slaapkamer. Nou, komen we hier bij het balkon. We zijn aan de wasjong, maar ik hoop dat het dicht is. Hier zitten ze. Hi. En daar hebben we nog een stukje verder. Zo groot is het. Kijk hier. Hoe leuk is dat? We hebben hier het zwembad. En het uitzicht. Hey. Oh, het gaat niet zo goed met de boot. Maar volgens mij... Er is net een bootje naar die boot toe gegaan. We denken dat die hem gaat redden. Maar ondertussen zien we ook... Twee papegaaien. Papegaaien, maar waar zijn ze nou? Die zijn weg. Oh, we zagen twee papegaaien in die boom. Nu niet meer. Gewoon te eten. En we zijn nu benieuwd of die boot, die oranje boot daar. Daar. Want dit bootje ging er net naartoe, maar die kon niet veel uithalen natuurlijk, want het is maar een klein bootje. Het is een boodschappenbootje. Dus we denken nu dat die boot gaat helpen. Maar we weten het niet zeker. Nou, ik ben inmiddels opgefrist. En ook zijn daar de hulptroepen. Ja, ze hebben een lijn, hè? Kijk, de politie is erbij gekomen. Dat is dat bootje. En daar een reddingsboot. En die boot ligt nu echt compleet op het strand hier. Zo wat.
Maar er ligt nu, als het goed is, een lijntje tussen die twee boten. Dus het lijkt erop alsof die oranje hem daaruit gaat trekken. Vlot gaat trekken. En er is een jetski die gaat iedere keer tussen die twee boten heen en weer. Om te vragen hoe het gaat en om dingen aan te geven, lijkt het. Ze hangen kiel onder. Ze moeten hem een ja. Oh, dat is het. Anders dan, ja, ik snap het. Grond in. Maar kijk, eens, met vijf man zouden ze hem een beetje recht houden. Staan er allemaal mensen te trekken, maar het begint nu wel een beetje los te komen, heb ik het idee. Kijk, die boot heeft ook zo, die rode. Ja, die kan wel wat hebben hoor, die kan de Wilde Zee ook op. Ja hoor. Daar is hij. Daar gaat hij. Nou moet hij wel recht. Maar hij gaat wel op zijn kant, ik vind dat eng man. Ja, maar dat moet. Als hij water hebt, dan halen ze hem los. Hij heeft zijn kiel eronder en die trekt. Kijk, ze lopen nog even mee, denk. Natuurlijk, ja, de kiel moet los. Is, dan als je water genoeg hebt, dan slaat hij terug. Dan mag hij terug, laat ik het zo zeggen. Oeh. Als hij water genoeg hebt, dan mag hij terugslaan. Ja, zie je? Chapeau. Wauw, heftig hoor. Nou, gelukkig is die daar. Heb je ook een roosje bij? Dit is de laatste dag van onze vakantie hier. Dit is mijn uitzicht van vandaag. Heel vervelend. En we gaan lekker eten. Ik weet niet of je ze kan zien. Maar ik heb lekker sardientjes genomen. Ik zit hier lekker op mijn bedje op het strand. De rest van de family zit daar te eten. En daar is een zeilwedstrijdje aan de gang of zoiets. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Kijk, we zitten weer in het supergezellige straatje. En daar heb je dan ook nog een heel stuk. Allemaal restaurantjes. En waarom zitten we hier? Nou, gewoon te eten. Wie zijn keuze is dit? Mooie keuze. En ik heb, net als Laura, avocado met garnalen. Is het lekker? Heerlijk. Ja, want jij hebt er al van gegeten. En de rest heeft, net als papa, carpaccio. Is het lekker? Heerlijk. Mama, vind je het ook lekker? Mooi. Best. Goed zo. Nou, dan komt straks. En dit kregen we als welkomstdrankje of zo. Dat was kava. Dus we gaan, ik ga hier lekker even van genieten. Ka! Oh ja! Hey la blanca ya! Oh hey! Esa ya la blanca! Eso comica! Oh hey! La blanca, I love you! Hoe gaat het? Hoe gaat het? Huh? Hoe gaat het? Ja, het gaat bij mij uitstekend. Zeker na vanavond. We zijn uitgenodigd door Rory en Laura. Ja, muy bien. Wat ben je nu aan het doen dan? Ik ben aan het genieten van het zingen, van mijn koffie. En, wat krijgen we toe? Limoncello. Limoncello. Ja, tenminste, wij nemen limoncello. Wat neem jij? Amaretto. Amaretto. Wat neem jij? Ja, en Laura neemt ook amaretto, toch? Ja, dat kan ik kijk maar. Oh. Mooi, 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 mooi. Deze dame brengt ze. Mooi weer. Thank you. Oh. Nou, proost. Aan het ontbijt, zoals je ziet. Heerlijk proseccootje bij het ontbijt.
het is vakantie. En we gaan ons klaarmaken voor de terugreis. Ja, zit er al op. Ja. Dat is niet als laat. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Nou, jullie hebben het net al van Laura gehoord. Helaas zit de vakantie er weer op. Dus wij gaan ons klaarmaken voor nog een klein beetje zwembad en daarna lekker naar huis. Dus ik ga jullie in de koffer stoppen, want ja, dan hoef ik die camera niet onderweg mee te nemen. Dus bij deze ga ik ook de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer in Nederland. Ja.